Oké, en nu tijd om hier weer even wat van te gaan maken, want nu kan ik echt niet naar een baby shower. Goedemorgen, het is heel donker, ik heb alles nog dicht zitten, ik ben net beneden, het is zondagochtend en het is best wel vroeg, zeker voor zondagochtend, maar ik heb zo een dubbele baby shower en ik word om iets over half tien opgehaald en we nemen allemaal een hapje mee en dat moet ik nog maken, dat kon ik niet vooraf maken want dan is het gewoon niet lekker meer, dus ik... ga de oven aanzetten. Zet mijn stem 's ochtends. Oh, hou op. En, dat is heel leuk, want het is helemaal dichtgebouwd, dus Sarah afgeeft het. Ik moet nog kijken voor babyfoto's. Om mee te nemen, om voor het babyraadspel. Maar in ons groepje denk ik dat het echt in 2 seconden geraden is. Want we zijn met z'n zessen. Het is een dubbele babyshower, want er zijn er 2 zwanger. En toen ik erover begon, heb ik... gezegd, laten we het wel voor allebei tegelijk doen. Want als je het anders voor de een doet, dan is het geen verrassing meer voor de ander dat je het daarna ook voor de ander doet. Dus dat wilde ik echt niet. Ik denk, ja, we moeten bij elkaar. Dus nu even zoeken voor die foto's. Wat ik mee kan nemen. Oh, heel handig. Dat zijn allemaal foto's van Marco. Laat ik het goede mapje pakken. Oké, nu het goede mapje. En ik vond een babyfoto van mezelf. Kijk aan. Ah, ik vind hem echt wel leuk. Herkennen jullie Sarah erin of niet? De meningen zijn zo verdeeld. De een zegt dat Sarah heel erg op mij lijkt. De ander zegt dat Sarah heel erg op Marco lijkt. Wij vinden beide dat ze gewoon op beide lijkt. Ik zal beter richten. Dus de meningen zijn en blijven verdeeld daarover. En dat is ook gewoon prima. Even kijken of ik er nog één heb hier. Nee, niet echt. Ja, leuk altijd weer. Oh, wel als kind nog. Even kijken. Hier zat ik op de peuterspeelzaal. En deze is net daarvoor nog. Nou, hebben jullie me allemaal gezien hoe schattig klein ik was. Oké, en nu tijd om... hier weer even wat van te gaan maken, want nu kan ik echt niet naar een baby shower. Nou, tada! Ik voel me een stuk beter. En mijn eyeliner zit een keer redelijk. Ik ga de spullen pakken en jullie komen maar ophalen. Perfect.
Ik heb echt zo'n verschrikkelijke leuke dag gehad met die meiden. Echt, het was heel erg geslaagd. Ze waren gewoon mega verrast. Het was super gezellig. Dus echt gewoon top. Had gewoon niet leuker gekund. Ze hebben ook echt niks doorgehad. Dat maakt het natuurlijk extra leuk. En nu, ja, sorry, ik heb heel erg tegenlicht. Maar ik heb even geen zin om op te staan voor het licht. Want mijn been doet wel echt heel erg pijn van vandaag. Terwijl, meiden zijn super lief geweest hoor. Ik heb echt weinig gelopen, maar je zit toch niet in de meest optimale houding. Nou, ik kon niet echt stilzitten. Dus Marco net gevraagd of hij gewoon even deze was. Ik doe dat normaal boven altijd gewoon vouwen en alles. En ik denk, als hij het nou even op de bank legt, dan kan ik het gewoon hier doen. Ik heb gewoon mijn been op de bank omhoog liggen. En dan kan ik toch even wat helpen in huis. Want ik word helemaal gek van het niets doen. Dat is echt niet mijn sterkste punt. En dat zal het nooit worden. En morgen, Sarah wordt morgen door Julie opgehaald en thuisgebracht vanuit school. Dinsdag weet niet, ook een van die meiden. Woensdag, donderdag, vrijdagochtend brengt Marco er naar school. Moet ik wel kijken wie er dan weer thuis afzet. Dus echt zo verschrikkelijk lief van die meiden dat ze dat doen. En ik merk wel echt nu dat ik meer mijn rust pak, dat dat wel echt enorm verschil maakt. En dat ik een stuk minder pijn heb. Jullie hebben nu natuurlijk net de beelden gezien van de baby shower. Ik heb nu mijn laptop en ik ga wel editen, maar niet voor de vlog even. Maar ik heb nog veel meer beelden geschoten. Die zijn echt voor hun bedoeld. En ik ga voor beide een videoclip van vandaag editen. En dan ja, kijken als ik klaar ben of nog iedereen wakker is. En anders stuur ik dat morgen. Dat vind ik wel leuk, dan hebben ze toch een herinnering. En heel veel van de meiden hadden geknutseld. Maar ik ben echt geen knutselaar. Maar dit kan ik dus wel. Dus ik denk, nou, dan wordt dat het dingetje achteraf van mij. Ik vind dat zelf ook altijd wel heel erg leuk, dat soort dingen. Dan kan je gewoon echt terugkijken en herbeleven. Dus ik heb echt zin om dat te maken. En ik hoop dat ze het leuk vinden. Want het is wel veel werk om te doen. Zo, vlogs. Of nee, video's zijn af. Maar mijn meiden lagen allemaal te slapen. En ondertussen ben ik ook echt moe en ga ik lekker mijn bedje in. Dus bedankt voor het kijken. En voor de verandering, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hieronder of in het scherm hierna. Vergeet ook niet een duimpje achter te laten. Reacties zijn natuurlijk ook heel erg welkom. En dan zie ik je morgen. Doei doei!